Goedenavond allemaal. We zijn weer live. En ik ben er weer klaar voor. En ik heb al wat dingetjes klaargelegd, zodat jullie al een beetje wat te zien hebben wat ik ga doen. Ik zoek ondertussen mezelf ook nog weer even op, zodat ik al jullie reacties weer kan meelezen. En ik wacht natuurlijk ook even tot een aantal van jullie het weer gevonden hebben. Voordat ik te snel begin met mijn verhaaltje, wat ik ga vertellen aan jullie. Nou, en ik hoop dat jullie het allemaal weer een beetje kunnen vinden. Het duurde heel eventjes voordat ik... Voordat ik het klaar had staan, het was nog een klein beetje een bende hier op de kamer. Dus ik moest nog eventjes wat opruimen wat ik was vergeten. En ik heb natuurlijk net even naar de persconferentie geluisterd van meneer Rutte. Dus toen was het eventjes snel. Maar volgens mij gaat het lukken, heb ik alles weer klaar liggen. En hoop ik dat ik jullie weer kan gaan inspireren met deze live. En vanavond ga ik live met Koza Crafts, de embossing folder. En met de waxen van Koza. Er was ook een vraag wat ik ergens heb gelezen als idee voor wat we met een live zouden kunnen doen. Dus ik dacht, nou, dat ga ik verwerken. Ik ga dit combineren met de nieuwe lijn van Janine. Want je kunt heel leuk mannenkaarten maken met embossing folders. Heb ik al een keer eerder gedaan tijdens een live. Dus wil je dat een keer zien, kijk dan even op ons YouTube kanaal. Maar je kunt ook heel leuk gewone kaarten maken in combinatie met embossing folders. En dat is wat ik jullie vanavond graag wil laten zien. We gaan uitleggen. Ik heb inmiddels bijna mezelf gevonden. Er zit een lichte vertraging op bij mij bij Facebook. Maar ja, als iedereen tegelijk Facebook gebruikt, is dat natuurlijk ook niet heel gek. Dus het kan zijn dat je misschien... meelezen. Nou, ik ga dus hiermee live. Niet alleen met de die-cut boekjes. Ik ga ook met de paperpads, met mask stencil, met wat stansjes. Dus ik ga allerlei leuke dingen laten zien aan jullie. Nou, hij heeft er nog niet zo heel veel zin in, zie ik. Hij duurt even wat langer over het laden. Ik hoop dat jullie het allemaal weer een beetje gevonden hebben. En anders moet ik het toch helaas doen zonder reacties. Is niet heel ideaal. Ik zet Facebook ook nog even weer een keertje opnieuw op. Sorry dat het allemaal even ietsjes langer duurt voordat ik ga beginnen. Hebben jullie wel weer iets meer tijd om eventjes rustig mij te vinden. En het is natuurlijk ook wel een lekker weertje geweest vandaag. Dus misschien zit je ook nog wel lekker buiten. Dat kan natuurlijk ook in je tuin. Nou, hij gaat het bijna doen. Nee. Dat is het filmpje van Jeanette. Oh, dadelijk kan ik jullie reacties niet eens meelezen. Nu dan. Ja. Hij doet het bijna. Nee. Ik klink heel geduldig, maar ik ben helemaal niet zo geduldig met dit soort dingen. Dan moet ik het eigenlijk gewoon doen. Ja. Ja. Ik zie het. Goedenavond allemaal. Ik zie nu al jullie reacties. Een beetje. Ja, Facebook is inderdaad... een klein beetje traag. Maar we gaan het gewoon proberen. En nou ja, hopen dat het gewoon doorgaat en alles. Ik ga dus ook maar gewoon lekker beginnen. Ik zie dat al een aantal mensen hebben gevonden. Leuk dat jullie allemaal meekijken. Ik heb al wat dingetjes bedacht. En voorgestanst, gesneden. En, maar waar ik jullie eerst over wil vertellen is de embossing folders. Ga ik eventjes wat erbij pakken.
Want Poza heeft meerdere embossing folders ontworpen. Ik richt me nu vanavond even alleen op de Koza embossing folders. Er zijn natuurlijk talloze embossing folders. Ook 3D embossing folders. Daar zit verschil in. Dit is een embossing folder. Een embossing folder is eigenlijk een klepje van best wel hard plastic. Waar je papier tussen gaat doen. En dan door een stansmachine gaat heen halen. Dit verschilt per stansmachine welke plaatje je daarvoor nodig hebt. Dus kijk daar even goed naar. Ik durf niet uit mijn hoofd te zeggen bij welke. Ik heb niet alle stansmachines hier thuis staan namelijk. Dus ik durf niet te zeggen welke platen bij welke horen. Maar als het goed is, hebben jullie een boekje of zo erbij en kun je dat zien. Waar je bij het embossen moet op letten, is dat je stevig papier gebruikt. Ik heb hier bijvoorbeeld voor deze het paint-on papier gebruikt. En het paint-on papier is 250 grams. Dat is echt wel dik papier. Vind ik zelf prettig. Wanneer je echt met dunne papier gaat werken, echt sowieso onder de 200, gaat je papier scheuren. Want je papier leg je tussen het malletje. En ga je door de stansmachine halen. En omdat hij de vormen erin moet krijgen, gaat hij bepaalde delen omhoog duwen. Is je papier niet dik genoeg, dan gaat je papier op die plekken scheuren. Op die plekken waar de gedeeltes omhoog liggen. Dus let daar even goed mee op. Nou, dan bij embossing folders vind ik het altijd leuk om verschillende kanten te gebruiken. Ik kan deze kant gebruiken. En bij deze kant liggen de dobbelstenen, de vlakken en de randen. En hier de stippen, die liggen omhoog. Als ik hem omdraai, dan is dus de tegengestelde kant is omhoog. Er is geen goede of geen goede kant. Je kunt beide kanten gebruiken. Vind ik zelf altijd wel erg leuk. Om te daarin mee te wisselen. Want het geeft een ander effect. Of je nou hier je wax op doet of aan de andere kant. Dat ga ik ook meteen laten zien. Want ik heb de waxen in een bak zitten. Een hele mooie bak met mijn Koza waxen. Dit zijn de kleuren die ook bij ons in de winkel zijn. Daar zijn setjes van. Of, die zijn samengesteld als setjes. Nu zijn er de setjes. Even kijken. Zilver. Zilver? Ik had ergens nog kleurtjes. Ik weet echt niet waar ik die neer heb gezet. Dat is toch ook vreemd. Zilver. Oh ja. Yeah. De koper, de zilver. De goud. Goud heb ik niet, zie ik momenteel. Geen idee hoe dat kan. En de brons. Dit is een setje, dat zijn de metaal. Is een setje dat dit valt onder metaal. Even kijken. Ik hoop dat dit nog steeds goed doet. Dus dit is een setje met metaal plus mijn gouden erbij. Dan is er een setje met blauw. Groen, lila en turquoise. Deze vier, dat is een setje en dat zijn ook metalen kleuren, maar andere type kleuren. Dus echt veel feller. Dit is meer, ja, ik dacht dat het een aparte naam had, maar ik ben even aan het nadenken. Maar dit zijn ook metaalkleur. Dan de volgende set. En daar heb ik er nog maar eentje van. Maar er zijn dus nog drie andere kleuren bij. Namelijk de vintage roze. De vintage green. De vintage blue. En de vintage gold. Dit zijn vintage kleuren. Zoals je ziet is het wit. En er zit bij deze een roze glans doorheen.
Het verschilt dus op wat voor papier je dit gaat aanbrengen. Doe je dit op zwart papier, gaat hij een roze laag erop afgeven. Doe je dit op wit, ga je dat veel minder terugzien. En ik ga zo meteen even een voorbeeldje laten zien. Of je ziet het anders terug. Maar je kunt het dus ook heel leuk over andere lagen doen. Ga ik zo meteen allemaal laten zien. Dan hebben we nog een setje. Of is er nog een setje. En dat zijn de jewels. Dat is de roze quartz, golden amber, fire agate en green jade. Dit zijn jewels. Je kunt het al zien, ze glinsteren ook echt enorm. Er zit echt een mooie glinster in. Dus vandaar de naam jewels. En dan is er nog een setje. En daar heb ik er ook eentje van. Dat is de grafiet. En die is sinds kort uitgebreid met 3 kleuren erbij. En samen vormen die de Twilight. Die zijn momenteel nog niet bij Vision te koop. Kom nog, wellicht wel. Maar ik durf niet te zeggen wanneer. Dus dat eventjes over de kleursetjes van de waxen. Even kijken. Ik had namelijk al wat kleuren uitgezocht. Die ik zelf erg leuk vond passen bij de lijn van Chanina. Dus ik ga die er eventjes weer bij pakken. Ik had een aantal kleuren uitgezocht. Ik heb namelijk de vintage roze, de brons, de grenade, groen, lila en turquoise. Dit vond ik zelf een aantal mooie kleuren die bij deze lijn passen. Bij de vorige lijn van Chanina heb ik ook al wat kleuren samenstelling erbij gezocht. En volgens mij waren dat de grenade, turquoise en brons. Maar dat zou je even terug kunnen kijken in een vorig filmpje. Want toen heb ik dat ook gedaan. Wat ik zo leuk vind aan deze waxen. Is dat je ze laagje voor laagje kunt gaan opbouwen. Hand dus even het stickertje weg. Dan kun je het wat beter de kleur zien. Zo. Ik ga altijd eerst kleuren testen. Ik heb een kleurenwaaier. Voor allerlei dingen. En zo dus ook voor de wax van Koza. En dan ga ik die eventjes snel bijzoeken. Dan zul je zien dat je hem nu niet snel vindt. Kijk, want ik heb hier een hele kleurenwaaier met van allerlei... Allerlei dingetjes. Nou goed, ik heb hier dit kaartje al gemaakt met de kleur turquoise. Ik ben altijd benieuwd naar kleuren, hoe ze uitpakken op zowel wit als op zwart. Dus ik maak er altijd kleurenkaartjes van. In dit geval heb ik wit en zwart gedaan. Maar het is ook heel leuk om te kijken wat het doet op kraft. Want kraftpapier wordt ook wel regelmatig gebruikt. En dat is, vind ik, ook een heel gaaf effect geven. Maar goed, ik ben eerst gaan testen op wit. Hier heb ik een stukje met de grenade gedaan. Hier een stukje met groen. En dit is niet hoe ik het normaal zou opbouwen, maar meer om te testen van kleuren. Hier een stukje brons, een stukje turquoise, een stukje lila. En hier... Ik weet niet of je... Oh, dit is zilver trouwens. Ik weet niet of je het goed ziet. Maar hier zit de vintage roze. Maar dat is heel anders zichtbaar dan als ik dat op zwart zou doen. En dan kan ik even spieken of ik die in mijn kleurenwaaier al had. Ja, die had ik al. Ik had ze nog niet allemaal namelijk. Je ziet op zwart dat je echt meer dat roze effect gaat zien. Bij het witte zie je dat niet. Dan zie ik eigenlijk een wit iets licht laagje eroverheen zitten. Ik weet niet of jullie reacties aan het typen zijn, maar ik zie bijna geen reacties. Dus ik weet niet of jullie vragen hebben. Ik zie alleen wie allemaal meekijkt. Die namen komen bij mij in beeld. Dus mochten jullie vragen hebben of iets, dan stel ze gerust.
Dan hoop ik dat ik ze te zien krijg, eigenlijk. En nu gaat mijn dingetje weg. Oh, heel fijn. Oh, hij heeft het te moeilijk mee, Facebook. Komt allemaal goed. Even kijken. Ik zie nu een paar opmerkingen. Ik hoop dat ik het ga zien. Ik ga in ieder geval beginnen. Ik heb namelijk dingen bedacht. En ik wil graag op een stukje kraft deze keer gaan werken. Ook dit heb ik al getest. Gewoon op een klein stukje. Hoe de kleuren uitpakken. Ik vond deze paarse kleur. Ik had deze kleurtjes uitgezocht. Gebruik ze niet allemaal. Ik had deze paarse kleur getest. En die vond ik dus heel mooi bij de lijn van Janine. Aangezien ik al wel best veel roze accenten had gekozen om te verwerken op mijn kaart. Wilde ik dit graag met paars doen. Dus ik heb een heel stuk geëmbost. En ik ben dat gaan snijden op maat, hoe groot ik het wil. Nu is het alleen nog kiezen welke kant. Deze kant. Ik ga beginnen met de paars. Wat is ook fijn is aan deze wax, er zit geen sterke geur aan. Er zit namelijk bijenwas erheen. En het geeft een hele frisse geur, vind ik. Dus gaat best wel wat aan je vinger. Er hoeft echt niet zoveel op. Ik veeg dat weer een beetje af aan de rand van het potje. Zodat je niet te veel erop hebt. Ik pak ook even mijn kleine kraftsheet erbij. Wat ik dan ga doen, ga met een ronddraaiende beweging. Heel rustig, zonder te drukken. Over het embossingfolder of over het stukje papier heen. Ik ben nog helemaal niet aan het drukken. Ik veeg gewoon eigenlijk mijn wax af aan het geëmboste stuk. Ik denk meer een soort van demo. Oh, ik zie heel veel reacties van jullie niet. Ik hoop toch wel dat ik ze zo ga zien. Ja, ik ga gewoon nog een beetje pakken. Veeg het weer af. En ik ga nog een keer een laag eroverheen zetten. Want nu heb ik een heel dun laagje eigenlijk erop zitten. Je kunt het zelf bepalen hoe dik je het wil. Maar doe het echt heel rustig aan. Doe eerst een heel dun laagje. En ga hem dan steeds verder opbouwen door steeds ietsjes meer te doen zover je wil. Doe je er in één keer te veel op, dan is het ook meteen te veel. Dan kun je het er niet makkelijk mee afhalen, dan dat is gewoon niet fijn. Nou, en zo ga ik dit met het hele stukje doen. En ik vind dat ook altijd best wel fijn gevoel gewoon aan mijn vingers. Gewoon over dat structuurtje heen. Deze keer is het meer dat ik gewoon wat ga laten zien. Je kunt niet echt meedoen als dat de vraag was. Want ja, dat is bij dit wel een beetje lastig. Maar je kunt natuurlijk wel zelf lekker een beetje gaan hobbyen. En misschien bepaalde dingen wel meedoen dat je toch een embossingfolder hebt of iets. En ik heb voor deze dobbelstenen gekozen. Omdat dit dus heel leuk past bij de lijn van Janine. En jullie hebben die lijn van Janine al een paar keer gezien. Die heeft Janine al een paar keer gebruikt. Jeanette ook al een keer. Dus ik ga daar niet helemaal alles weer doorlopen met de paperpads. Daar zou je even die uitzendingen van terug kunnen kijken. Maar daar zitten gewoon dus spelelementen in. Dobbelstenen, domino stenen. Dus hoe leuk is het dan om dit erbij te gaan doen? Nou, je kunt het gewoon heel goed afvegen.
Of uitvegen. Ik ga denk ik zo toch heel even naar de instellingen kijken van de berichten. Want ik zie geen reacties. Of bijna niet. Tenzij jullie natuurlijk heel stil zijn en niks zeggen. Dat kan ook. Nou, en zo doe ik dit dus net zolang tot ik het eigenlijk goed vind. En dit kun je natuurlijk dus op gaan bouwen door meer kleurtjes te gebruiken. Door andere kleurtjes weer accenten te geven door er overheen te gaan. Doe ik deze keer niet. Kan ik wel eventjes laten zien. Op een ander stukje. Deze vind ik namelijk nu wel erg leuk zo. Dat geeft toch wel een heel gaaf effect. Hier heb ik dus al wat op gedaan. Stel, ik pak nu de kleur. Toch die vintage. Daar doe ik een beetje van aan mijn vinger. Veeg het weer af aan het randje. En dan ga ik heel licht over het groen heen. Dan geef je dus eigenlijk weer een gloed over die groen heen. Zij is groen, maar er zit een roze gloed zitten nu bij overheen. Dat vind ik zelf altijd wel gaaf. Zo kun je allemaal die kleuren weer in elkaar over laten lopen. Nou, dus daar, met die waxen kun je gewoon ontzettend veel. Je kunt er gewoon lekker mee proberen en doen. Nu ga ik toch eventjes kijken naar mijn instelling. Want ik kan dus geen reacties lezen. En dat is niet handig. Volgens mij zie ik nu reacties. Nou, hier ben ik heel blij mee. Dan hoop ik dat het ook zo blijft, maar daar gaan we gewoon vanuit. Ik heb het dus voorzien van een laag wax nu met paars. En sommige stukken zijn wat meer met paars, de andere wat minder. Maar dat vind ik juist wel leuk om te doen. Dan had ik al wat dingetjes gestanst, zoals ik al zei. Ik had alvast een achtergrondje en wat labels. En wat randmalletjes, wat takjes, wat die-cuts, wat rondjes voor de labels. Nou, dat had ik allemaal alvast een beetje klaargelegd. Ik vind dat gewoon leuk om dat, lekker met elkaar te combineren. Nu heb ik vandaag, en jullie zijn massaal aan het bestellen natuurlijk bij Hobbyfishen met allerlei leuke spulletjes die er zijn. Ja, ik bestel natuurlijk ook wel eens wat. Vandaag is bij mij binnengekomen een nieuwe kleur van de Nuvo Glacier Paste. Hij is nu een week denk ik in de winkel te bestellen. De Glacier Paste is eigenlijk een pasta met een heel veel glimeffect erin. Deze is echt knalroze en die heet Mambo Melon. En er is nog een nieuwe bij. Laat ik die ook even zien, maar die ga ik niet gebruiken. Een gele en die heet Pineapple Delight. Dus twee nieuwe kleurtjes Glacier Paste. Er waren er al zes van. Deze twee zijn er nu ook bij. Dus heel gaaf om lekker te gaan verwerken op je kaart.
Dus die roze wilde ik gaan verwerken. Het ziet er heel knal uit. Is ook wel knal. Maar toch vond ik deze wel weer heel gaaf bij de lijn van Janine. Dus dat ga ik dan ook doen. Mijn bedoeling is om hier een kaart van te gaan maken. En hier een pocket op te maken. Met wat randmalletje erbij. En mijn labels die komen hierachter. Maar labels zitten er ook in om uitgehaald te worden. Die kunnen mensen eruit halen. Je kunt nog wat op de achterkant schrijven of op de ene of de andere kant. Dus dan vind ik het wel leuk om hier bij deze wat op de achtergrond te verwerken. Dus ik ga mijn mask stencil pakken. Die ook bij de lijn van Janine hoort. En dat is deze. En deze heeft een heel fijn structuurtje. Dus als je daarmee structuur aan gaat brengen, heb je maar een heel klein beetje structuur daarvan. Het is niet meteen heel erg overheersend vol en grote figuren. Dus dat ga ik eerst doen. En ik ga hem dus denk ik zo opleggen. Pak ik even mijn dingetje, mijn spatel erbij. Nou, en dit kun je heel makkelijk opbrengen. Het is echt heel vloeibaar, heel zacht. En ik ga eigenlijk gewoon op een paar plekken ga ik dit aanbrengen. Je kunt hier ook de magnetische plaat voor gebruiken. Zodat je het malletje vast kan leggen. Maar dat doe ik nu even niet. Dat doen we een andere keer weer. Ik ben daar nog niet zo mee gewend om die er standaard bij te pakken. Nou, en je ziet al wel dat het heel veel glinstering gaat geven. Nou, ik denk dat ik hem zo wel goed vind. Het hoeft ook voor mij allemaal niet heel precies. Dan gaan we hem eraf halen. En je hebt gewoon een heel leuk structuurtje erop staan. Vind ik. En dat maakt het papier toch net alweer eventjes iets anders dan dat hij was. Zo. En dit is altijd wel iets wat ik eventjes ga verhitten. Met de heat tool. En dan gaat hij nog gaaf effect geven. Dan komt hij nog wat boller te staan dan dat hij al is. Maak heel eventjes iets mask stencil schoon. Want er zitten zoveel glitters aan. En dan wil ik toch alvast een beetje het meeste eraf hebben. Zo. Nou, ga ik heel veel lawaai maken met mijn heat tool. En ik zal eens kijken of ik dat dicht in beeld kan laten zien. Wat hij gaat doen als ik daar met de heat tool overheen ga. Het duurt heel eventjes iets voordat het natuurlijk ook goed warm is. Ja, en hij komt er op steeds wat plekjes meer omhoog. En je kunt hem natuurlijk aan de lucht laten drogen, maar dan gaat het minder omhoog zetten. Even kijken.
Nou, ik hoop dat ik toch nog vragen ga zien. En anders kijk ik straks alles eventjes na als ik klaar ben. Even kijken of het overal goed is. Nou, ik heb dus overal nu verhit. En dan heb je gewoon een hele gave structuur op je achtergrond met een mooi glimlaagje. Vind ik zelf heel leuk op de achtergrond. Ik ga deze even aan de kant leggen. Of toch nog niet. Nee. Ik ga eerst even de randjes bewerken met een peperdistresser. Vind ik zelf dus wel gaaf om het minder recht te maken allemaal. Nou, en dit papier komt dus uit de peperpet van Sanine's lijn. Zo. Die kan wel weg. Nou, deze doe ik ook even. En dan kun je natuurlijk, wat ik vaak vertel, met een beetje inkt of een beetje gesso of crackelpaint, kun je de randen gaan bewerken. Of met cadens. Daar kun je natuurlijk van alle dingen mee doen. Er zijn heel veel dingetjes daar nu voor. Heel veel mediums en inktjes en alles. Doe ik deze keer niet. Ik vind het deze keer wel een keer leuk om het gewoon rafelig te maken. En het dan gaan op te plakken. Dus deze ga ik vast opplakken. Even mijn lijn. Plak ik gewoon op met de Dutch Doobadoo lijn. Ik zie steeds, als ik hem iets opnieuw oplaat, dan zie ik weer wat reacties. Je had trouwens net over je magneetmat, maar je werkt op een magneetmat. Ja, dat klopt. Dit is ook een magneetmat, ja. Maar hier heb ik dan geen craftsheet of zo op liggen. Dus als ik dan daar met structuurpasta op ga, wil ik toch altijd wel een craftsheet op hebben. En met van Make Artist Station, daar zit een craftsheet bij, zodat je daar zodat je die erop kunt leggen als je met een mask stencil of iets aan het werk gaat. Oh, hij loopt niet door bij mij. Hebben jullie dat ook, dat jullie elkaars reacties niet kunnen lezen? Ja, dat zie ik nu natuurlijk niet. Daar heeft ook helemaal geen zin. Nou, ik ga gewoon lekker mijn verhaal vertellen en ik ga straks al je reacties nalezen. En dan zal ik er nog een keer antwoord op geven, want het heeft natuurlijk ook niet zoveel zin op deze manier. Nou, lijn erop. En die gaan we opplakken. In het midden. Het is natuurlijk iets bobbelig geworden, omdat je het op dunne papier wat structuur aanbrengt. Maar doordat je het weer vastplakt, zie je daar niks meer van. Ik had twee leuke stansmalletjes. Twee randstansmalletjes. Ook uit de lijn van Janine. Ik ga het toch even bijpakken. Nou, dan moet hij er ook nog uit willen. Zou ook nog heel fijn zijn. Oh, het is echt wel weer genieten. Daar zitten vier leuke randmalletjes in met een stukje rand eraan dat je hem langs de zijkant van je kaart kunt plakken of op een andere manier kunt opplakken dat je hem met een randje wegwerkt. Mij leek het wel leuk om die hier achter de achter te doen. Dus ik ga hier een beetje lijm op doen. En dan plak ik de kaart op.
Ik vind dat toch altijd. Ik doe dat niet heel vaak, maar ik vind het toch wel weer leuk om zo'n randje eraan te maken. Dat geeft toch weer een extra effectje bij je kaart. Nou, moet hij wel eventjes recht. Dat is toch wel gek zo'n live doen als ik minder reacties lees. Maar dan ben ik gewend om toch wat vaker opzij te kijken. Maar ik zie het niet. De reacties. Nou, in ieder geval een leuke randmalletje erlangs. Deze ga ik heel voorzichtig ook... heel iets rafelig maken, maar dat kan niet op alle stukken, omdat het dan wat gaat breken. En nu maakt mij dat heel, bij deze niet heel erg veel uit. Omdat ik natuurlijk al wat rafelig werk. Alles wat ik heb gebruikt, het staat al in de webshop. Ik zie even wat reacties, want ik heb hem weer opnieuw opgestart, de pagina. Dus alles wat ik nu gebruik staat al op de webshop bij Facebook Live, bij maart en dan de datum van vandaag, dus 31 maart. Kan zijn dat niet alles er nog bij staat, omdat ik nu toch nog wat had bedacht wat ik er toch nog bij wilde doen. Even kijken. Ik zie dat meerdere van jullie het moeten verversen inderdaad. Nou, ik denk dat het echt aan Facebook ligt, want als meerdere dat hebben. Maar typ echt gerust je vragen, want dan kijk ik straks alles na. Dan ga ik gewoon alle reacties even nalezen en beantwoorden. Dus we gaan ons best doen. Nou, ik had gezegd, deze ga ik als pocket opplakken, dus ik pak even mijn tape erbij. Mijn scoretape blijft een enorm fijne tape, vind ik. En als je een pocket maakt, plak je hem altijd maar aan drie kanten tape erop. Anders heb je, als je maar vier kanten doet, dan kun je geen pocket maken, want dan kan er niks meer achter. Dus daar moet je altijd wel eventjes op letten bij een pocket. Ja, en nu gebruik ik dus een deel van een embossing folder. Maar je kunt ook een gewoon zo'n hele plaat als basis gebruiken van je embossing folder. Nou, deze gaan we hier opplakken. Zo. Nou, nu kun je dus zien, deze labels kan ik hier straks zo achtersteken. Deze labels heb ik dus al geponst. Met een labelpons. Dit was volgens mij, moet ik goed zeggen, voorheen van Fase. Maar nu hebben we ponsen van Fase. En die heeft ook deze vorm. Daar staat in inches op hoe groot je strookje papier moet zijn voor dit stuk. Want hier onderaan staan de stukjes... van drie maten qua labels. Dus 1, 2, 3. De kleinste is 3,8 breed. Daarna komt 5. Daarna komt 6,4. Dus je snijdt vooraf je papieren op de breedte. Deze heb ik op 6,4 gesneden. En dat was gewoon een lange strook. Dan doe ik hem hierin. En dan ponst hij dus dit bovenste uit. En dan kun je later zelf bekijken... hoe lang wil je je label hebben. Dus dan kun je hem zelf weer op maat snijden. Dus dat is gewoon... vind ik altijd heel leuk om te verwerken. En er zijn meerdere labelpons al onderweg. Ik heb vanmorgen besteld. Maar ik vind het gewoon leuk om labels te verwerken. Nou, deze ga ik ook eventjes ruw maken. En je kunt al zien...
dat hier dus die dobbelstenen op staan. Dus dat het weer super leuk past bij het embossing folder van Koza. En zo kun je dus ook in die, op die manier dingen gaan combineren. Niet alleen omdat het dezelfde kleuren zijn, maar ook dat er een bepaalde dezelfde soort bloem op staat. Of hetzelfde soort figuur of dier. Daar kun je dus heel veel mee doen. Ondertussen krijg ik berichtjes via chat. Die openen ook nog. Dus dat gaat ook allemaal lekker. Nou, ik ben dus heel erg fan van deze pons. En ik heb al gezegd, die is er momenteel niet. Maar die is die van We Are. En die stanst dus een rondje uit. Die je weer kunt plakken bij je label. Over je label heen. Nu zijn er dus van Crealise een setje met ook van deze standjes. Zitten er zelfs meerdere soorten in. Het zijn wel stansen. Maar dan krijg je echt meteen heel wat. En van Elisabeth Kraft zijn er ook een hele, zo'n één set met heel veel van die reinforcers. Erg leuk om te verwerken. Ook als je art journals maakt. Maar ook dus bij labels heel erg leuk. En omdat ik dus Kraft als basis gebruik en bij de wax, vind ik het leuk om dat Kraft weer terug te laten komen. Door op dat dit rondje te plakken. Ondertussen ook even een slokje drinken. En bij deze heb ik ook ergens nog een rondje. Ja, daar. Deze heb ik trouwens 5 centimeter breed gedaan. Dus ik heb ook daarin weer verschil gemaakt in de breedte qua labels. En ik vind dat het toch net wat meer afmaakt. Even kijken. Ik zie geen reacties. Nee, er zijn niet alle reacties aan het zien. Maar de reacties verdwijnen volgens mij niet per se. Maar je kunt ze even niet meer alles op volgorde zien wat normaal gesproken tijdens de live is. Ja, weet je, dat is gewoon iets waar ik niks aan kan doen. Kunnen jullie niks aan doen. Dus het moet maar zo. Maar ik ben in ieder geval om jullie wat lekker te laten zien. Dus kijk gewoon lekker rustig. Misschien krijg je daar ook al wel ideeën van. Wat ik altijd dan leuk vind bij een label is ook om even een stukje hempcord, touw, lint of iets dergelijks te maken. Dus bij deze een stukje hempcord, witte hempcord van Fase gebruik ik. Ja, hempcord vind ik heel leuk, heel makkelijk ook om te gebruiken. Het is ook geen dik iets. Dus 0,8 mm. En het geeft toch weer net eventjes wat extra's. Extra's vind ik. Die steken vast achter. Ja, die labelponsen zijn echt handig. Ingrid Rietwolf van Haarstuts Nohaas. Nou. En op zo'n rolletje van Fase zit al echt 100 meter, dus heel lang. Ik doe er best lang mee. En dan gebruik ik het ook nog samen met mijn moeder. Dus daar doe je gewoon heel lang mee, denk ik. Tenzij je het echt bij al je projectjes gebruikt natuurlijk. Nou, deze vind ik is al best gewoon een druk label qua wat er afgedrukt staat op papier. Deze is nog best rustig. En die heb ik nog niet gedaan met de peperdistressen, zie ik. Dus dat doen we ook nog eventjes. Nou, ik zie dat er toch nog wat mensen lekker binnenkomen. Gezellig. Kijk gerust mee. Al onze filmpjes komen ook weer op ons YouTube kanaal te staan. Dus daar komt ook allemaal weer goed. Nu is er ook een hele gave stempel set van Janine's lijn.
De stemp JMA09. En daar zit dus een heel gaaf structuurtje bij. En dit lijkt heel erg op het structuurtje wat er hier op de achtergrond zit. Dus dat vind ik wel gaaf om heel licht erbij te gaan stempelen. En dan moet ik even spieken, want ik heb hier dus laatst alles opgeruimd. want ik wou met mijn archival gaan stempelen. Maar waar heb ik mijn archival gelaten? En mijn moeder zei nog, als je elke keer alles gaat opruimen, dan vind je het straks niet meer weer. En ik bedenk dus nu, ik ga stempelen met de archival. Maar ja. Ik weet even niet waar ik die heb gelaten. Dat is toch wel erg. Nou ja, goed. Geef niet, ik heb genoeg andere inkt nog. Ik wil wel lachen om mezelf. En waarschijnlijk als ik dan straks naar de live kijk, dan denk ik, oh ja, daar lacht hij. Dus. Met welke kleur ga ik dan stempelen? Ik moet heel eventjes kijken. Oh, dan moet ik ook schakelen of kleur ik ga gebruiken. Of ga ik met deze even testen. Ja, ik ga hem even met de Versa van Claire, de Charming Pink. Is best een felle roze. Maar als je gewoon eventjes een papiertje naast je legt, een wit papiertje, dan kun je hem al even erop afdrukken. Dan is die al minder heftig. Oh, en dan ga ik zomaar stempelen zonder mijn craftsheet eronder te leggen. Oh. Gebeurt nou nooit. Zo kun je dus heel leuk een structuurtje. Oh, volgens mij werkt het nog buiten beeld. Kun je heel leuk een structuurtje aanbrengen op je achtergrond. Nou, ik vind het wel leuk zo. Toch? Dus. Dat. Ik vind het toch heel bijzonder dat ik mijn archival ink gewoon weg. Nou, vinden we weer terug. Oh, ik weet al waar ze staan. Ha, te laat. Ja, ik ging met behulp van het acrylblok nu eventjes stempelen. Ik heb een... dit is het acrylblok. Je kunt het ook uit je losse hand doen. Gewoon met afdrukjes zetten. Maar deze keer heb ik met een acrylblok gedaan. Daar kun je allerlei dingetjes voor doen. Vind ik het nog leuk om daar een tekst op te zetten. Nee, daar komt nog een andere tekst straks op. Dat gaan we straks doen. Dus, dat aan de kant. Ik heb er alweer een enorme bende van hier. Mijn label steek ik je achter. Nu is het hier natuurlijk nog wel een beetje kaal. Nu heb ik wat leuke standjes van blaadjes gemaakt. Of uitgestanst. En wat die cuts. En deze standjes ga ik ook voorzien van wax. Namelijk de groene kleur. Die hier aan de kant. Die aan de kant, die aan de kant. Zo. Ik had dus deze groene wax getest. Op wit vond ik hem heel anders kleuren dan als ik hem op kraft ging doen.
Dit zijn de tweezelfde kleuren. Maar je ziet dus werkelijk wel een verschil op wat voor kleur je doet. En toen ik hem op kraft zag, vond ik hem mooier bij deze lijn dan toen ik hem op wit zag. Dus hier ga ik ook gewoon overheen. En zo krijg je dus ook wat meer weer die look er nog bij. Op de blaadjes. En deze geef ik gewoon wat accenten. Nou, ik vind het dus gewoon heel fijn om met die wax te werken. Het is een makkelijke wax die je heel makkelijk uitsmeert. Ja, moet je wel de goede kant doen. En waar je ook heel snel een effect mee ziet. Nou, en dat doe ik even bij alle blaadjes. Ik had het natuurlijk bij een deel al kunnen doen, bedenk ik me nu. Maar dat heb ik niet gedaan, dat was ik vergeten. Ja, en ik kan wel vragen of jullie nog gehobbyd hebben. Dan mogen jullie best typen, maar ik kan het alleen nu niet lezen. Dan kan ik het straks wel lezen, maar dat is nu dus een beetje gek. Dat ik dat niet mee kan lezen dan. Nou, deze heb ik dus nu voorzien van een wakslaagje. Ik hoop dat het ook een beetje te zien is in beeld. Nou, die ga ik opplakken. Op mijn kaart. En ik vind het dan wel leuk om daar een soort bloementoef van te maken. Ik ga het gewoon een beetje neerleggen. Ik leg ze ook iets uit elkaar. Want ik plak er zo meteen een hele grote bloem over, zoals je kan zien. En deze blaadjes kun je een beetje vouwen, omdat daar zo'n nerfje in zit. Kun je die een beetje vouwen naar elkaar toe, dat je een beetje, dat die iets boller, of dat het allemaal niet helemaal plat meer is. Dan wordt het toch alweer wat anders van dan als je het helemaal plat laat. Zo doe ik dat even bij al die blaadjes. Wordt er toch alweer iets voller van. En nu ga ik ze zo meteen ook niet allemaal op hetzelfde of het hele geheel vastplakken van de blaadjes. Je kunt ook maar een klein op paar plekjes wat vastzetten, zodat het wat meer speling geeft. Nou, ik ga het grondvas vastplakken. En ik hoop dat het voor jullie allemaal een beetje te volgen is. Want ik kan natuurlijk niet alle vragen nu beantwoorden. En ik hou het wel ietsjes langer vast nu, omdat er wax onder zit. Maar je kunt gewoon prima met die lijm eroverheen gaan. Nou, dan had ik dus deze bloemetjes nog. Die ga ik eventjes weer wat rafelig maken. Die komen ook uit die die-cut boekjes van Janine. En er zijn er twee van. Deze echt vooral met bloemetjes en zo, een boekje. En hier zitten vooral dobbelstenen, klokken, tickets, boeken.
dat soort dingetjes meer in. En ik denk dat ik deze met foam op ga plakken. Nou, dan heb ik hier nog een ander soort takje. Dat vind ik wel leuk om er dan weer bij onder te stoppen. Is wel van een die-cut, maar dat geeft niet. Kijken of er nog een takje is. Oh, wat losse blaadjes zijn ook wel leuk. En nog eentje. Weet je, en het leuke aan die boekjes is dat er gewoon leuke kleine elementjes zitten. Die je kaart wat net meer geven. Sorry, ik kreeg even een grap. Ik zag net een grappig berichtje in beeld komen. Iets over mij lastigvallen tijdens een live en zo. Dat soort dingetjes. Geeft niet. Kan het aan. Nou, ik doe nu aan de bovenkant lijn, want ik wil hem tegen het roosje aan laten plakken. Dan plakt hij ook wat beter. Nou, dat vind ik al wel leuk eigenlijk zo staan. Nu had ik dus nog zo'n dobbelsteen gevonden, ook als elementje. Die vind ik wel leuk om daar ook bij te doen. Dan heb je dus toch nog een beetje die traditionele dobbelstenen erbij. Oh, ik heb alles. Deze kijken, want ik ga hier nog even een keer opnieuw laden, dat ik misschien toch nog veel wat vragen zie. Misschien toch wat meer hier. Ik had dus vanmiddag al een hele opzet bedacht waar ik alles wilde, maar het wordt alweer helemaal anders dan ik had bedacht. Zul je altijd zien. Oh, ik zie dat jullie het al wel een hele mooie kaart vinden. Nou, dat is fijn. Ik ben met jouw explosiedoosje bezig. Superleuk. Was ook erg leuk om te doen. Leuk, die blaadjes met wax. Willy van Hesveld. Ik zie jouw vraag over hetzelfde resultaat met de cadens Dora Wax. Die heb ik nog niet in huis. Nog steeds niet. Was ik al van plan, maar durf ik niet te zeggen. Wat heb je onder je sheet zitten? Henriette Veenberger, daar zit een stukje MDF was dat, dacht ik. MDF plaat, zodat hij wat steviger is. Nou, ik heb toch nog even wat vragen kunnen beantwoorden. Yes, daar ben ik heel blij mee. Nou, ik had nog wat leuke kleine bloempjes erbij. Die steek ik er ook nog een beetje achter. Die doe ik niet. Ja, dan had ik die vlinder dus. Die had ik eerst op een andere plek bedacht.
Ik wou hem hier doen. En dan daar een tekst boven. Maar... ik ga nog even kijken, want ik vind het hier een beetje kaal lijken. Dus ik ga eventjes kijken of er nog wat leuks bij zit. Vast, want er zit heel veel leuks in. Dus dan krijg je weer dat dingetje dat je moet kiezen. Dat is ook al zo fijn. Ja, en wat bruins erbij. Wordt het ook weer zo bruin van? Nou, je ziet wel dat er heel veel leuke dingen... Ja, dat puzzelstukje is misschien wel leuk. Even proberen hoor. Een puzzelstukje. Is wel leuk, maar er mag nog wel iets groters bij onder. Ik vind toch deze. Het is wel een beetje groot, maar ik kan het even een stukje van afscheuren. Dan ga ik hem gewoon zelf een beetje scheuren. En maak ik dit ook wat rafeliger, dan valt het ook minder op dat je het gewoon gescheurd hebt. Ik daar nog even langs heen. Zo. Ik ben gewoon hardop aan het meedenken met mezelf. Hoe erg. Dus. Daar een stukje onder. Hier. En dan een puzzelstukje. Dat is wel leuk. Nou. Gaan we dat dus doen. Nou, en ik doe overal maar echt maar een heel klein beetje lijm aan. Omdat je maar kleine stukjes vast hoeft te zetten. Dan zit het allemaal niet zo vast op elkaar. Nou, dit maakt het toch al wel voller. En dan denk ik dat ik een vlinder toch hier ga doen. Met een beetje foam erbij. Nou, en ook ik vouw die altijd eventjes iets dubbel. En nou vind ik het nog wel leuk om even een tekstje erbij te doen. Ja, dit is al wat uit twee momenten terug dat de lijn uitkwam. De Engelse versie met teksten. Eens even kijken of ik nog een leuke tekst vind. Of een toepasselijke tekst eerder. Ja, dat is niet makkelijk om een tekst te vinden. Een
Oké, nu kiezen. Put your heart into it. Dus, dat wordt hem. Ga ik er wel even, denk ik, in twee stukjes doen. Put your heart. Put your heart. Put your heart. Into it. Nou, dat is wel leuk. Ik denk dat ik hem zo eigenlijk wel leuk vind. Dat ik er niet zoveel geks meer aan ga doen. Ben ik nog wat vergeten wat ik wilde gebruiken? Volgens mij ook niet. Nee. Nee, dit is mijn kaart geworden. Mijn kaart met een embossingfolder van Koza met de paarse wax, met lila. Met papier van Janine. Met labels. Met daar op de achtergrond de nieuwe Nuvo Glacier Paste. De Mambo Melon. Met een randmalletje, met die-cuts, met blaadjes. Uitstansen van Janine's lijn met de kleur groen. Kortom, een kaart waarbij ik waxen en embossingfolders heb gecombineerd met het maken van kaarten. Met kaarten, met papier, met pasta. Ga gewoon lekker proberen met je dingen die je hebt. Lekker combineren. Het hoeft allemaal niet heel moeilijk te zijn. Ga bijvoorbeeld eerst niet enorm grote kaart maken. Ook niet. Het klein is ook weer wat lastiger. Ga er lekker mee aan de slag. Ik durf niet te zeggen wie, wat, waar, wanneer live gaat. Heb ik even niet gezien. En ik kan jullie reacties ook. Ja, ik kan nog even één keertje opnieuw laden. Dat ik toch nog even snel een paar vragen beantwoord. Ik ben nu toch al over de tijd heen. Dus dat maakt toch niet uit. En dan heb ik liever dat ik nog even weer een paar vragen beantwoord. Dan dat ik. Omdat jullie met heel veel vragen blijven zitten. Even kijken. Ik zie vanmiddag een prachtige kaart. Dank jullie wel. Bedankt voor de gezellige avond. Oh, ik zie dat jullie hulp zeiden bij het kiezen van nog dingetjes uit het boekje. Sorry, dat heb ik een beetje later gezien. Weer wat geleerd. Nou, fijn dat jullie ook dingen leren nog. Bedankt voor de uitleg. Bedankt, bedankt. Nou, al heel veel bedankt. Ik zag zo geen gekke vragen of iets wat ik kon uitleggen. Ik ga dus nakijken. Dit is dus de kaart geworden. Ja, ik knutsel trouwens samen met mijn moeder. Las ik ook ergens. Mijn moeder zit ook in het designteam hier. Petra Gerink. Plaatst ook hele mooie creaties als iedereen in het designteam. Zij doet alleen geen live. Zij maakt kaarten en dan vooral blogberichten. Ik doe de live en blogberichten en plaats zo tussendoor nog eens wat. Dus wij hebben gewoon gezellig samen moeder-dochter knutselen boven. Kunnen we samen gezellig op de kamer zitten. Nou ja, superleuk. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ondanks dat het een hele gekke uitzending was. Voor mij ook lastiger om zo live te gaan omdat je minder reacties hebt. Dus ik ben vooral maar lekker gaan prutsen met mijn spulletjes. Ik hoop dat het voor jullie toch nog een beetje te doen was om dan toch dingen te zien. Heel erg bedankt voor het kijken. Hou onze Facebookpagina in de gaten voor wie wanneer live gaat. Dat wordt zo snel mogelijk aangekondigd als dat bekend is. Dus ga het gewoon volgen. Bedankt voor het kijken allemaal. En tot de volgende keer. Fijne avond.